In het boetegebied tussen Heidhuizen en Heibloem werden woensdagmiddag door een voorbijganger ontdekt dat er drugsvaten waren gedumpt. De politie heeft namelijk het vermoeden dat ook deze vaten afkomstig zijn van de productie van ecstasy. De vaten werden gedumpt aan de rand van het bos bij de Heibloem. Nog onbekende daders hebben hier tientallen vaten achtergelaten. Op deze plek boete het zich van de bewoonde wereld komen niet veel mensen voorbij. De brandweer van Meijel werden gewaarschuwd. Brandweermensen hebben in eerste instantie gezorgd dat de vaten weer rechtop gezet werden. Mogelijk is er vloeistof uit de vaten in de grond getrokken en die moet weer gesaneerd. Hulpdiensten hielden de pers uit voorzorg op afstand omdat er mogelijk giftige dampen vrij kosten komen. De brandweermensen hielden dan ook de ordenbescherming op bij het controleren van de vaten. Een gespecialiseerd bedrijf werd ingeschakeld om de vaten uiteindelijk weg te halen bij het bosgebied op de Heibloem.